Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Ik ga jullie laten zien in deze video hoe je een heel eenvoudige bladwijzer kan maken. Hij is heel schattig met hartjesvorm. Je hebt zo'n klem nodig. Maar als je die niet hebt, dan kan het ook gewoon met een paperclip. Je gaat ook een pijperager nodig hebben. Die van mij is 30 centimeter lang en die kan je in eender welke kleur gebruiken natuurlijk. De twee beugeltjes die heb ik naar boven gezet en daar haal ik de pijperager doorheen. Dan trek ik de klem naar het midden van de pijperager. Daar draai ik de twee draden samen. En dan blijf ik draaien. En dat kan je dus ook met een paperclip doen. Dan haal je daar de pijperager door en dan begin je daar te draaien. Ik draai de draden helemaal samen tot bovenaan, waar ik nog twee kleine stukjes overlaat. Die draai ik dan hier nog een keer samen. Natuurlijk wil ik geen cirkel, ik wil een hartje, dus ik ga die nog in vorm moeten buigen. Zet je duim zo en vorm dan de punt van je hart. Daar heb je het al. Hetzelfde kan je doen bij de paperclip. Dus eerst een mooie ronde vorm maken en dan een knik met je duim. En dan heb je een bladwijzer. Ik vind ze er echt heel erg schattig uitzien. Ook heel erg leuk als cadeautje, zeker voor een persoon die echt heel graag leest. Laat me bij de reacties weten wat jullie van de hartjes vinden, of jullie nog andere leuke ideeën hebben met deze hartjes. Vergeet ook de andere video's op het kanaal niet te bekijken, je te abonneren en dan hoop ik jullie zeker terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf Ideeën.